Over 2 weken wordt bekend wie zich Miss Nederland 2017 mag noemen. Er zijn nog 11 prachtige meiden in de race en vandaag zijn ze hier samen met Kim Kutter. Kim, welkom. Ja, dank je. Ja, jij weet natuurlijk als geen ander hoe het is om aan zo'n misverkiezing mee te doen en nu organiseer je hem. Ja, ja, dat heeft wel veel voordelen moet ik zeggen, want ik weet wel een beetje hoe zij zich voelen en waar we naartoe gaan natuurlijk met z'n allen. De internationale misverkiezing en wat je daarvoor moet doen en eigenlijk vooral niet moet doen. Ja, voor moet laten. Ja, voor moet laten en dat doe ik wel samen met een heel team hoor, een hele organisatie en allerlei experts die erbij komen en zijn we echt bezig om ze helemaal klaar te stomen, ja. En dit zijn toch wel de 2 spannendste weken? Ja, nu komt het er wel een beetje op aan. Weet je, in het begin, we zijn nu denk ik 3-4 maanden op pad met elkaar. Het is echt een groep vriendinnen geworden. Ja. We zijn ook met elkaar op reis geweest. Nee. Maar ik moet wel zeggen dat ik wel denk dat vanaf nu dat je wat meer die spanning gaat voelen en dat je toch al weet waar het voor doet. Want er kan maar 1 winnares zijn. Ja. En, ja, iedereen gunt het elkaar wel, maar je wil wel winnen. Tuurlijk. Ja. Je hebt ze meegenomen, hè? Ja, zeker. Ze zijn haast bij mij. Ja. Nou, de eerste kandidaat die kondig ik aan, dat is Romy Dayen. Ze is 23 jaar, ze komt uit Schiedam en ze studeert de HBO Social Work. Farida, 23 jaar, uit Amsterdam. Ze is actrice en ze speelt Juf Kroes in Brichtglas. Chimène is 17 jaar oud, ze woont in Opmarsum en zij studeert ook aan het HBO. Chantal, 21 jaar oud, uit Veghel en zij is afgestudeerd marketing en eventcommunicatie. Laura is 24 jaar oud, ze komt uit Hilversum en ze studeert in Canada, daar aan de universiteit, voor criminologen. Nikki is 22 jaar oud, ze komt uit handel, ze is eigenlijk bouwkundig tekenaar, model en gewichtsconsulente. Naomi Lucia is 20 jaar, ze komt uit Amsterdam, ze is model en ze is danser en fit girl. Romy is 20 jaar oud, ze komt uit Almere en ze doet HBO communicatie. Deborah is 22 jaar oud, ze komt uit Heinkensand en ze is boekhoudster. Ireda is 26 jaar, ze komt uit Amsterdam en ze is momenteel bezig met haar scriptie voor de HBO-studie Commerciële Economie. Denise is 25 jaar oud, ze komt uit Volendam en ze is kapster. Ja, wat een mooie meid hier allemaal. Wauw. Wat een groep, hè? Goed uitgekozen, Kim. Ja, ja. Nou, niet alleen natuurlijk. De jury heeft het gedaan, maar ik ben wel trots als ik hier zo zit, hoor. Wauw. En hoe is dat nou voor jullie? Want er waren ruim 1000 aanmeldingen. Jullie zijn met z'n 11 overgebleven. Dat is natuurlijk fantastisch. Jij hebt een microfoon, Romy. Ja, ik voel me wel heel erg vereerd natuurlijk. Want je bent bij de laatste 11 uiteindelijk gekomen. Dus ja, ik vind het wel hartstikke leuk en ik ben er wel trots op. Zeker. Want hebben jullie jezelf opgegeven? Of is er misschien iemand anders geweest die heeft gezegd, nou, je moet hier echt aan mee gaan doen? Ik heb ook met Zoe gesproken, die nu Miss Nederland is. En zij heeft me wel extra geïnspireerd van Frida, ga naar die casting toe. En ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Ja. Nou, Denise, jou ken ik natuurlijk heel goed. Je bent mijn tennismaatje. Je bent al Miss Volendam. Ja. Dat mag ik wel zeggen, toch? Zo, kijk jij uit naar die titelstrijd? Ik vind het heel spannend, maar ik heb er heel veel zin in. En tot nu toe is alles al superleuk. Ja. Het is trouwens niet normaal als ik in Volendam ben. Heel Volendam kent haar, hè? Ja, ik ken jou ook, Monique. Maar... Ja, maar dat zeg ik, mis Volendam. Dat zeg ik niet zomaar. Echt mensen die zeggen, je moet haar even koppelen aan mijn zoon en zo. Oh. Ja. Dat leeft wel. Ja, en hoeveel van jullie hebben er eigenlijk al vriendjes? Wie zijn er nog vrijgezel? Kan ik eigenlijk beter vragen? Oh, er zijn nog een paar vrijgezellen. Oké. En degene met vriendjes, hoe vinden die dat? Dat jullie hier aan meedoen? Want jullie krijgen natuurlijk een hoop aandacht, lijkt mij. Ja, ik denk mijn vriendje die vindt het wel echt superleuk. Er was ook een dag dat we in Hilversum moesten zijn. En toen zijn ze allemaal bij mij thuis gekomen. Hij vond het jammer dat hij niet zelf thuis was. Dat hij niet voor ons kon koken. Dus ik denk dat hij is wel heel erg begaan. En hij vindt het echt superleuk. Okay. Dus... Hij wilde voor jullie koken? Ja, leuk, hè? Hij kan dus best wel goed koken. En hij vond het jammer dat hij niet... dat ik kon laten zien aan die andere meiden. Ja, hij wil even indruk maken. Ja, ja, ja. En even voor de vrijgezellen, wie wordt de nieuwe vriendin van Tim Douwsma? Ja. Ja, Tim, dat moet kunnen, toch? Die moet kunnen. Nee. Nikki, jij bent de winnares van Holland's Next Topmodel. En die doe je hier aan mee. Klopt. Is het een beetje te vergelijken, die strijd, die spanning? Je zit natuurlijk wel weer met een groep meiden. En je voelt de spanning en de finale komt dichterbij.
Maar ja, ik heb het gewoon weer heel erg getroffen dat ik weer zo'n leuke groep heb met ja, zulke leuke meiden. En iedereen helpt elkaar en gunt het elkaar. Maar ja, de finale komt eraan, dus ik denk wel dat het nou wel spannend gaat worden. Maar... Ja. En Romy, jij zit achterin. Ik heb gewoon begrepen dat jij een groot fan bent van Nederlandse artiesten. Ja, zeker. In de auto vind ik altijd heerlijk om... Bijvoorbeeld Marco Bezzato. Maakt me echt allemaal niet uit. Daar zing ik echt volle overtuiging mee. Mijn ouders en mijn zusje vinden het soms wat minder. Ja. Als ik helemaal in de auto loop. Komt dat door jouw zangtalent of komt dat door de muziek? Ja. Maar kun je zelf ook zingen? Nee? Oh. Ik vind het heel leuk om te doen. Maar het is niet nou heel fijn voor andere mensen. Niet hier in de microfoon. Nee, laten we dat maar niet doen. En ik heb ook iets gelezen over jullie gezamenlijke interesse. Chocola. Nou, dat is jullie niet aan te zien, Kim. Met de bikini-ronde, nog niet gezien. Nee, oh. Nee, hoor, het is, ik heb echt dit jaar... Ja? Ze hebben echt by far mooiste lichaam ever. Die billen zijn zo getraind. Monique, als we dat zien, dan gaan we meteen naar de sportschool. Het is wel mooi dat sommigen eruit staan. Dan, ja. En, ja. Oh, ja. En Laura, jij studeert, hè? Klopt, ja. Ja. Wat doe je precies? Criminologie. Wauw. En ja. Hoe zit het dan nu met dit? Want jullie steken zoveel tijd hierin. Ja. Zet je dat dan even op een laag pitje? Nou ja, tot nu toe, het is wel plannen. Je moet wel even kijken van, oké, wanneer hebben we druk met Miss Nederland? Dan zorg ik in de tijd dat we iets minder zijn, dat ik gewoon keihard aan het werk ga. Maar ik heb wel zoiets, stel dat ik het word, dan laat ik het misschien even voor wat het is. En dan ga ik wel 100% voor Miss Nederland. Maar tot nu toe kan ik het nog wel combineren. Gelukkig. Ja. En haar vriend woont ook nog in het buitenland. Dus voor haar is het echt... Heen en weer reizen. Oh, de hele heen en weer reizen. Ja. Wat hebben jullie tot nu toe allemaal al gedaan voor deze verkiezing? Nou, we hebben dingen zoals workshops gehad voor make-up. We zijn hard bezig nu natuurlijk voor de finale. Want het is echt al over 2 weken. Gisteren hebben we gerepeteerd voor de pasjes en dansjes loopjes. En loopjes. Ja, ja. Het is best wel intensief. Je krijgt zoveel informatie binnen. Maar het wordt echt zo'n vette show. Dus we hebben nu wel echt zo'n adrenaline dat we denken, oké, wauw, het is zo leuk. Maar jullie zijn ook met z'n allen naar Turkije geweest. Wat moet ik me dan voorstellen? Dat jullie lekker een week lang daar op een bedje liggen op het strand en af en toe een showtje doen? Of? Ik denk dat het de laatste 5 minuten was. Ja, ja. Nee, eigenlijk hebben we in Turkije ons eigenlijk ook al heel erg klaargestoomd voor de finale. En omdat dit jaar Miss Universe echt al heel snel komt, zijn we ook allemaal daar al heel druk mee bezig. Dus goed de choreo's leren en allemaal goed op je lopen letten. En zelf ook thuis bezig gaan van, nou, hoe doe je haar en make-up goed? En dat nemen we ook gewoon vanuit de workshops mee. Maar Turkije was ook heel leerzaam. We hebben heel veel shoots daar gedaan. En toen we aankwamen zijn we direct gaan repeteren. Want we zijn ook naar het theater gegaan. En we hebben daar ook wat rondes gelopen. Ja. Zelfs in traditionele Turkse kledij. Ja. Oh ja? Ja, oh, supermooi. Openluchttheater was echt. Ja, was heel mooi. Het is ook wel echt dicht bij elkaar heeft gebracht. Of zo. Sinds Turkije zijn we ook echt wel een echte groep geworden. Ja, vanaf het begin dus. Ja, want dan moet je ook kamers delen gelijk, natuurlijk met z'n allen. Fijn dat je dat meteen hebt. Ja. Even de microfoon. Ja, sorry? Ja, nou ja, je wordt zomaar met iemand op een kamer gezet. En ik had vooral een beetje dat ik dacht van, moet ik me opeens met iemand op de kamer die ik niet ken? Want ja, ik ben je mag niet zelf echt kiezen. Nee, maar je kent elkaar ook niet, dus het heeft ook geen zin. Nee, maar het is eigenlijk wel gewoon goed. Maar je wordt gewoon in het diepe gegooid. En uiteindelijk kan je het gewoon goed met elkaar vinden. En heb je ook wel gewoon steun aan elkaar. En geen harentrekkerij? Nee, nog helemaal niet. Nee. En zetten jullie ook nog in voor een goed doel? Eigenlijk wel leuk voor jou, Romy, want dat is eigenlijk waar jij ook mee verder wil. En dat ook wel een beetje jouw vak is, toch? Oh ja. Oh, vertel. Ik doe zelf SPA, dus dat is vooral heel veel met mensen werken. Maar daarnaast ook heel erg van dieren, vooral van honden. Ik heb er zelf ook 2, echt heel leuk. Heel leuk. En wij staan natuurlijk voor Stichting Hulphond. En dan combineer je mens en dier. Maar dier staat wel echt centraal. Het is wel echt, er wordt echt naar het dier gekeken. Heel belangrijk. Maar je helpt ook mensen. Dus dat is iets waar, als ik Miss Nederland word, waar ik me heel erg voor wil gaan inzetten. Dus dit past heel goed bij jou? Ja, Stichting Hulphond vind ik echt... hele mooie stichting. Nou, ik vind het nog heel lastig hoor. Dit gaat nog wat worden. Ja, dit wordt nog wat. Weet je, en wat zo spannend is aan dit jaar, ze zijn zo uniek allemaal. En iedereen heeft zijn eigen specialiteit. Dus voor ons als organisatie, wij komen er al niet uit. Dus laat staan die juryleden straks. Ja. 9 oktober in Studio 21. Ja, dat wordt wel pittig.
Ja, want de winnares, je bent dan natuurlijk Miss Nederland, maar je gaat ook nog eens naar Las Vegas. Ja. Wanneer vindt dat allemaal plaats? Nou, al heel snel. Ze moeten 10 november al in Las Vegas paraat staan. En dan 26 november is de uiteindelijke internationale verkiezing, waar meer dan 1 miljard mensen naar kijken. Dus het is wel echt even heavy. Ja. Ja, daarom zijn we nu ook al heel veel aan het trainen met de meisjes. En hebben zij het geluk dat we met alle 11 al deze voorbereiding gaan doen. Omdat we niet zoveel tijd straks meer hebben. Ja, en denken jullie daar stiekem al wel eens aan? Dromen jullie er wel eens van? Van stel, ik sta daar en dan kijken er gewoon zoveel mensen naar je. We hebben toevallig gisteren een gesprek gehad met Zoe. Want eerst wisten we eigenlijk niet heel goed wat het nu precies inhield. En zij heeft ons eigenlijk alle in- en outs verteld. En toen begon het, was best wel spannend eigenlijk. En ook best wel... Ja. En dan opeens wordt het echt. Ja. Ja, je neemt het nu veel serieuzer of zo. Het is best wel intensief volgens mij. Dus, ja. En Zoe doet nu mee aan Dance, Dance, Dance. En Naomi, ik heb begrepen dat jij ook heel goed kan dansen. Ja, klopt. Ja. Is dat voor jou ook een droom om aan zo'n programma mee te doen? Dat is een mooi opstapje. Jawel, maar ik denk dat ik wel meer nog mijn eigen weg zou willen gaan. En niet hetzelfde doen als Zoe. Maar echt, ja, ik ben mijn eigen persoon. Dus ja, ik wil ook graag andere wegen als... richting Fit Girl gaan. Maar zeker zal ik het dansen altijd bijbehouden. Ja. En hebben we nog zoiets goed, hè, bij Dance & Dance? Ja, super. Ja. Maar zijn er nog meer dames met een geheim wapen? Jij kan goed dansen. Is er nog iemand die kan buikspreken of zo? Ja. Ik weet niet of we daar naartoe aan het gaan zijn, maar ik kan schilderen. Ik zou veel liever kunnen zeggen, ik kan acteren, want dat is echt mijn passie. Ik ben afgestudeerd als actrice, maar ik vind het heel fijn om te schilderen, omdat dat voor mij een soort van... meditatie is eigenlijk, ja. Soms moet je gewoon schrijven of praten, maar ik heb dat met schilderen. En, dus ik deed dat eigenlijk voor mezelf, omdat ik dat gewoon fijn vind en dan gewoon op het doek losgaan. Maar blijkbaar waardeerden mensen dat ook heel erg. En toen dacht ik, nou, dat kan ik ook wel op jullie gezicht doen of zo. Oh, wauw. Ja, en toen werd dat zeg maar een dingetje. Dus toen ben ik een beetje op festivals mensen gaan decoreren. En, wat gaaf. Ja. Maar Naomi, jij kan goed dansen. Ik dacht, zullen we de show leuk afsluiten met een gezellig dansje hier? Ja, zeker. Ja, echt? Daar ben je erin? Ja hoor. Oh, leuk. Go Naomi, go Naomi, go Naomi. In Turkije hebben ze het ook allemaal gedaan. Want ja? Op de dansvloer, s'avonds in de disco, zo. Oh, dan had Naomi een voorsprong. En dan mag je voor gaan absoluut. Staan. Oh, wat knap dat ze dat dan zo doet, hè? Ja. Succes. Hebben we ook muziek dan? Oh ja. Woe! Dan weten we het. Dan schitteren jullie tijdens een grootste finale. Die is in Hilversum. Heel fijn dat jullie hier waren. En natuurlijk heel veel succes, dames. Dankjewel, Monique. Dankjewel, Kim. Top. Yay! Superleuk.